Beste toehoorders, welkom bij dewereldmorgen.be, de nieuwssite die een stem geeft aan de sociale strijd hier in het buitenland, Latijns-Amerika, Afrika, Azië. Vandaag gaan we even dichter bij de deur kijken bij onze noorderburen in Nederland, namelijk bij Bas van Weegberg, die verantwoordelijk is voor werving. Ik kan daar straks iets meer over zeggen bij de FNV. Welkom, Bas. Hallo. In ieder geval ga ik even een korte inleiding geven, zodat we ons gesprek kunnen kaderen. België heeft, daar zijn historische redenen voor waar we vandaag niet op ingaan, een zeer hoge syndicalisatiegraad. 54% van alle werkende en werkzoekende mensen in België zijn lid van een vakbond. Dat hoge percentage is wel verspreid over 3 vakbonden, 2 grote. Het Algemeen Christelijk Vakverbond, ACV, waar de naam zegt het al, welke strekking. Dan het Algemeen Belgisch Vakverbond, dat van socialistische signatuur is. En dan de kleinere vakbond Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België, ACLVB. Nederland heeft om andere historische redenen een lagere syndicalisatiegraad. Die corrigeer me vast als ik verkeerd ben. Mijn laatste gegevens zeggen mij ongeveer 18%. Dat is natuurlijk een gemiddelde. Maar die is wel grotendeels geconcentreerd in één grote vakbeweging, namelijk de Federatie Nederlandse Vakbeweging, de FNV. Die met 900.000 leden, zelfs iets meer, de grootste vakbond van Nederland is. Nu, dit Belgische hoge percentage moeten we toch, want dat geeft een gemiddelde totaalbeeld, een beetje anders bekijken wanneer we naar de leeftijdspyramide kijken. Dan stellen we daar vast dat dat percentage nog hoger is, in sommige sectoren zelfs tot 75-80% mensen lid van een vakbond, maar in de hogere leeftijdsgroepen. En wanneer we helemaal zakken, bijvoorbeeld tot de jongere twintigers, dan stellen we daar vast dat dat tot minder dan 10% is. En dat is een fenomeen dat op langere termijn toch wel problematisch kan worden voor de vakbeweging. Nu, ik heb recent nog een artikel gelezen in de Groene Amsterdammer. En wij hebben trouwens ook in begin november nog een gesprek gehad met Kitty Jong, jou wel bekend, vicevoorzitter, die het er ook over had, namelijk dat de FNV er wel in slaagt in deze tijden om nieuwe leden bij te vinden en vooral nieuwe jongere leden. En daar zou ik het graag met jou over hebben, want dat interesseert ons nog. Natuurlijk, hoe doet de FNV dat? Wat voor analyse zit daarachter en welke campagne voeren jullie om inderdaad jongeren, nieuwe leden en vooral dan jongeren aan te trekken tot lidmaatschap van de vakbond? Bas, aan jou het woord. Ja, dankjewel. En inderdaad, het lukt steeds beter om jonge leden te werven. Dat is wel een proces van lange adem. Ik ben zelf op mijn 16e actief geworden voor de FNV. Ik kom uit de vakbondsfamilie. Mijn vader is al zijn hele werkende leven kaderlid of militant, zoals ze dat bij jullie noemen. Hij is buschauffeur. En voor mij was het dus ook vanzelfsprekend om lid te worden van de vakbond. Maar dat was niet voor iedereen zo. Dus ik was de enige op mijn school die dat was op die leeftijd. En ben toen ook actief geworden. Ik ben 2 jaar lang voorzitter geweest van onze jongerentak. Sinds 1,5 jaar lid van ons dagelijks bestuur. Met een heleboel portefeuilles waar ik je niet mee zal vermoeien. Maar dus directe collega van Kitty Jong in het hoofdbestuur van de FNV. Waarom gaat het zo goed of relatief goed met het werven van jongeren? Want de tendens die net omschreven is van die scheve piramide, die kennen wij ook. Dus het is niet zo dat het nu een totaal omgekeerde situatie is in Nederland. Wat wel het geval is, is dat we al jarenlang structureel inzetten op het werven van jongeren. En dat doen we op alle fronten. Misschien allereerst, waarom vinden we dat überhaupt belangrijk? Eén is het overleven van de vakbond, maar twee is ook de problemen waar jongeren voor staan, die zijn niet niks. We hebben te maken met enorm veel flexcontracten op de arbeidsmarkt, maar steeds meer ook op de woningmarkt met een woningcrisis, met een leenstelsel dat nu afgeschaft wordt dit jaar, dankzij druk vanuit een leenstelsel, vakbonden. Kan je dat even toelichten? Ja, dat is wel goed om even te noemen, want
Nederland had eerst een basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs, hogescholen en universiteiten. Die is in 2015, toen ik ging studeren, afgeschaft. En in plaats daarvan moesten studenten lenen om in een levensonderhoud te voorzien. En dat zorgde ervoor dat de schulden natuurlijk enorm opliepen. Met gemiddeld dus rond 40.000. Dat is heel fors, zeker als je daarna ook aan je leven moet beginnen met, nou ja, stel je ontmoet een partner op de universiteit, samen 80.000 euro schuld, probeer nog maar eens een hypotheek te krijgen in wat sowieso al een wooncrisis is. Dus voor studenten uit het hoger onderwijs kwam dat er nog eens bij. En nou ja, bovenhangend zijn nog zorgen rond klimaatverandering, vergrijzing. En geeft dat het gevoel aan mijn generatie en jonge generaties van, ja, kan ik wel een toekomst opbouwen? En daar, wij trekken ons dat aan. Dat gaat ook over die sociaal-economische kern waar wij natuurlijk als vakbond voor opgericht zijn. En hebben dus gezegd van, we gaan meer inzetten op die belangen van jongeren. Hoe doen we dat dan? Ik denk drieledig. Aan de ene kant is het ruimte geven aan jongeren om zichzelf te organiseren en daar de faciliteiten voor te bieden. Ik zei al, ik ben zelf voorzitter geweest van de jongerentak. Daar hebben we in geïnvesteerd. Die geven we ook alle ruimte. Twee is dat ook ondersteunen met campagnes. Dus we hebben vanaf 2015 campagne gevoerd om het jeugdloon in Nederland af te schaffen. Dus we hebben het rare systeem dat... Het jeugdloon. Ja, die ga ik ook even uitleggen. Dat je vanaf je 18e niet het volwassen loon verdient, maar een deel daarvan. Dus waar een nu 21-jarige, laten we zeggen 11 euro per uur verdient als minimumloon, ja, krijgt een 18-jarige de helft ervan. Als je het zo uitlegt, dan herken ik het wel. Het is soms gewoon een andere terminologie. Sorry. Ja, precies. Ja. En eerst was die leeftijd waarbij je volwassen loon kreeg, was 23. En dankzij onze acties is dat omlaag gebracht naar 21. En willen wij natuurlijk dat vanaf 18 je gewoon een volwassen loon krijgt. Dus die strijd die gaat ook door. Maar daar is echt een campagne opgezet met mensen die daar jongeren voor gingen mobiliseren. Heel creatieve acties voorgevoerd in die tijd. Later hetzelfde gedaan met het agenderen van flexibilisering van de arbeidsmarkt. En de laatste jaren met succes voor het afschaffen van dat leenstelsel samengewerkt met de studentenvakbond. Daar heb ik zelf ook veel tijd en energie in gestoken. En daar komen ook gewoon serieuze middelen bij kijken. En nog iets waar serieuze middelen bij komen kijken is onze jongerenstrategie. Dus in 2019 is die in ons hoogste orgaan, het ledenparlement, aangenomen. Waarbij we hebben gezegd, op alle fronten gaan wij de belangen van jongeren centraal stellen in wat we doen. En dat betekent dus niet alleen voor de jongerenclub, maar ook voor alle andere sectoren. Of het nou in de metaal of bij de overheid of in de zorg is. Zij moeten aan de gang met het werven van jonge mensen die in hun sector werken. En daar krijgen ze ook... daar gaan we ook echt op sturen vanuit ledenparlement en bestuur. Wat daar ook bij hoort is representatie. Dus ik ben vorig jaar, of 2 jaar geleden inmiddels alweer, gekozen in ons hoofdbestuur. Tamelijk uniek, want ik was toen 24. Dus dat is in de geschiedenis nog nooit voorgekomen. Maar wat je wil is dat op alle plekken jonge mensen zichzelf kunnen herkennen. Dus de jonge buschauffeur, de jonge metaalbewerker, de jonge verpleegkundigen, dat die allemaal mensen hebben in onze vakbondsdemocratie, die ze kunnen herkennen. En kan je zo al een beetje zo wat cijfers, percentages geven? Kijk, de laatste 2 jaar neemt het percentage jongeren die lid worden toe in bepaalde mate. En kan je dat linken aan de campagnes die de FNV voert? Of link je dat ook aan gewoon de maatschappelijke evolutie? Ja, allebei denk ik. Dus ik zie die inzet van de afgelopen jaren echt als een basis. Als we dat niet hadden gedaan, dan hadden we ook niet kunnen oogsten op het moment, zoals we dat de afgelopen maanden gezien hebben. De aanleiding is natuurlijk triest met de inflatie die hoog is. Die zorgt voor veel problemen bij mensen. En de draai naar de vakbond, die is dan wat makkelijker gemaakt. En dat is heel erg goed, want wij zijn ook het enige bewezen effectieve instrument om
nou ja, die achteruitgang in loon, om die teniet te doen. Dus, en ja, we staan er ook. Dus we voeren actie en dat zien mensen en dat trekt mensen aan. Ja, en dat is ook gewoon heel belangrijk. Dus of het nou in het streekvervoer, bij de treinen, in de ziekenhuizen, of waar dan ook is waar actie gevoerd wordt, daar schrijven we leden in. En dat zijn ook jonge leden die nu het belang van die vakbond inzien. Ja, dus dat komt allemaal samen. Ja, als ik jouw verhaal hoor, misschien moet ik even, ik ben dat in het begin vergeten te zeggen, wij de Wereld Morgen zijn een enthousiaste groep van 5 jonge medewerkers en 2 veteranen, waarvan ik er eentje ben. Ik wist van dat jullie een beetje dat niet focussen op die ene oude kerel die het ook eens komt zeggen. Maar ik herken dus inderdaad heel veel. En dat is ook wat wij bijvoorbeeld ook in het gesprek met Kitty Jong vaststelden. De termen kunnen wel een beetje verschillen. He, bijvoorbeeld wat jullie verplichte tegenprestatie noemen, heet hier verplichte gemeenschapsdienst, maar het gaat over hetzelfde. Het gaat over dezelfde strijd. En ook voor de jongeren, want de problemen die jij aanhaalde, die de jongeren in Nederland hebben, wel, dat vervangt Nederland door België en het is juist hetzelfde. Dus en ik denk dat door dit soort gesprekken willen wij ook de bewustwording van internationale solidariteit, dat wij allemaal samen, om het met een Vlaamse uitdrukking te zeggen, aan hetzelfde zeel trekken. En dat wij samen strijd moeten voeren. En dat het daarom ook belangrijk is dat wij jouw ervaring meepakken bij ons, net zoals jullie kunnen bogen op de ervaring hier. Want dat hoge percentage, ik heb het daarnet al gezegd, hier is helemaal geen reden om hier qua sociale strijd op onze lauwer te rusten. Integendeel, de stilstaatsheid gaat hier voor het ogenblik zeer hard. Op dit ogenblik proberen de werkgevers, de term is op zichzelf al een beetje raar, want wie geeft er hier zijn werk in werkelijkheid? Ja. De werkgevers willen bijvoorbeeld de automatische loonindexering zoals die hier in België bestaat, afschaffen. Nu, vergis je niet, dat systeem is goed, maar is allesbehalve ideaal. Daar zijn ook nog altijd veel problemen mee met de aanpassing van. Maar goed, ik vind jouw toelichting in ieder geval zeer interessant. Zijn er eventueel nog een paar boodschappen die jij wou doorgeven aan onze jongere mensen hier in België die eventueel overwegen om lid te worden van een vakbond? Ja, kijk, doe het. Dat is de belangrijkste boodschap. Word lid van een vakbond. Want ik zei al, het is het enige bewezen effectieve instrument om echt die, nou ja, zowel materieel, maar ook immateriële vooruitgang te boeken. Als we ons organiseren, dan kunnen we er echt voor zorgen dat dat het opbouwen van een toekomst voor onze generatie mogelijk is. Het is voor het eerst dat onze generatie het niet automatisch beter krijgt dan de generatie van onze ouders. En dat is, het is niet zozeer dat ik het nu per se beter wil hebben dan mijn ouders. Maar het is wel een vanzelfsprekendheid die na de oorlog er was. Dat iedere generatie het steeds wat beter zou krijgen. En het is een teken aan de wand dat die vanzelfsprekende vooruitgang, die overigens ook hard bevochten is door de vakbeweging, dat die er niet meer is. En de enige manier om dat te veranderen is samen in beweging komen. En de kracht van collectiviteit laten zien. Ja, dus, inderdaad. Ja. Het laatste woord heb dat je zegt, collectief, het klinkt een beetje oorbollig. Samen. Ja. Staan we sterk, jong en oud, in binnen- en buitenland werkende mensen tegen zij daarboven. De beeldspraak is niet toevallig. Bas, ik dank jou heel hard voor deze toelichting en de bereidheid om even tijd te nemen tijdens je drukke bezigheden daar. En ik dank ook u, volgers van De Wereld Morgen, om dit gesprek te volgen. Als dit je bevalt, vergeet niet ons te steunen, want koken kost geld en wij weigeren reclame als inkomsten, zoals de grote media. In ieder geval, Bas, tot ziens en tot later. Dank en succes.